naar een nieuwe video. Zoals je ziet zijn we niet alleen. We zijn namelijk met niemand minder dan Lisa van het Mijn Magazine YouTube kanaal. Hoi allemaal. We gaan vandaag de... Oké, nu komt echt een hele lange zin. Geen ja, geen nee en geen challenge doen. Dat betekent dus dat wij vragen aan elkaar gaan stellen. Kijk, ik heb hier al heel veel briefjes. Er staat bijvoorbeeld fashion op. En dan moet je dus vragen gaan stellen over fashion. Ja, je mag natuurlijk niet de verboden woorden zeggen. En als je dat wel zegt, is meteen je beurt over en krijg je een streepje. En wie aan het eind de meeste streepjes heeft, maar dat is nog een geheim. Ja, dat is dus een geheim, maar die moet iets gaan doen wat waarschijnlijk niet heel leuk of fijn is. Nee. En ik ga even de teams uitleggen. Jij bent met je eentje een team en ja, wij zijn team Curly. Me, myself en I. Voordat we beginnen, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. 5, 4, 3, 2, 1. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren natuurlijk. Ja, want dat is ook heel belangrijk. Ja, ik heb er zin in. Laten we beginnen. Yes. Ik ga beginnen met vragen stellen aan Lisa. En ik pak dit kaartje. En ik heb de tijd, ga ik bijhouden, want het mag ongeveer een minuutje duren. Dus ik ga even... Nou, kom erop Gina. Nou Lisa, jij hebt toch een YouTube-kanaal? Dat klopt. En hoeveel abonnees heb je? 20.000. 20.000, dat is wel echt heel veel, hè? Klopt. Klopt. Wie is jouw favoriete YouTuber? Het was toch Armo Spread? Ik wilde het zeggen. Daar moet ik het zeggen. Oh, maar nu heb ik een strafpunt. Ja, een strafpuntje. Nee. Beauty Gloss was het, dat weet ik nog wel. Dus voor Lisa, een strafpunt. Ja, Team Curly's gaat winnen. Nu ga ik beter mijn best doen. Oké. Lisa gaat dus nu een kaartje trekken en ik ben heel benieuwd wat het onderwerp is. Ja, dan geen nee zeggen. Oké, het onderwerp is dus school. En ik ga nu om beurt een vraag stellen. Dus 2, 1. Vind je school leuk? Best wel. En jij? Wow. Vind je niet leuk? Ik vind het wel leuk, maar het is niet... En je gaat zo naar huisopgeleiding? Misschien. En jij hebt huisopgeleiding? Is wel handig. Is wel handig. Heb je veel huiswerk eigenlijk? Best veel. Favoriete boek? Sowieso. En jou? 100 uur nacht en nog heel veel. Oh, jullie zijn te goed. Ben je ook zo goed op school? Ja hoor. Oh! Yes. Het is best wel lastig en het is heel zenuwslopend. Yes. We hebben dus nu allebei een strafpunt en het is best moeilijk. En ik ga nu aan Lisa een vraag stellen. En welk onderwerp zou het zijn? Bakken. 3, 2, 1. Yes. Ja, bak jij veel? Soms. Wat vind je het lekkerst om te bakken? Alles. Hou je van boterkruim? Een beetje. Hou je van Oreo's? Af en toe. Ja, ik begin er goed in te worden. Hou je van chocoladetaart? Heel, heel erg. Heb je wel eens koekjes gebakken? Vroeger wel. Heb je het laatste nog gebakken? Met jullie? Nee, gewoon. Oh nee. Op een gegeven moment heb je gewoon zo vaak nooit, soms, misschien en gezegd. En op een gegeven moment wordt het gewoon echt heel verwarrend. En ik dacht dat het nu zo goed was. Ik vind het nu al een geweldige challenge. En Lisa mag nu weer een briefje gaan trekken. Het onderwerp is iPhone apps. Ik vind het dus ook best moeilijk om vragen te stellen waar je ja, nee of een moet op antwoorden. Oké, zijn jullie er klaar voor? Absoluut. 3, 2, 1. Gina, heb jij een iPhone? Ik heb een iPhone. Heb jij een iPhone? Absoluut. Heb je Instagram? Ik heb Instagram. Wat vind jij leuk aan Instagram? Alles. Heb je veel foto's op Instagram staan? Best veel. Wat vind jij leuk aan foto's plaatsen? De reacties. Vind je de reacties ook leuk? Ik vind de reacties ook heel leuk, ja. Alweer! Yes, in 24 seconden gehaald. Oeps, ik was het dus weer. Sorry. Ik mag dus nu een briefje pakken en heel veel vragen aan Lisa. Goed. Ben je er klaar voor, Lisa? Ja, maar nu mag ik nog ja zeggen. 3, 2, 1. Hou jij van eten? Of ik van eten hou, maar natuurlijk. En wat is je favoriete eten? Pizza. Pizza. Wat vind je zo lekker aan pizza? De kaas en de tonijn. Bak je het ook wel eens zelf, pizza? Dat doet mijn moeder altijd. En dat doet je moeder ook. En kan niet goed? Heel goed. Waar wordt sushi gemaakt? In Japan. In Japan. Oh, nou goed zo. En wat vind je echt niet lekker eten? Ik lust alles en de tijd is voorbij. Nou, Lisa, ik heb het volgehouden. Nou Lisa, deze keer ga ik echt geen ja zeggen. Wat dacht je van nee en u? Oh. Het onderwerp is sport. Nee! Eigenlijk wil ik jou nu een keer het verboden woord laten zeggen, Jade. Nou, kom maar op. Doe jij sport? Absoluut. Vind je het leuk, hè? Alles. Op welk sport zit jij? Boksen. Boks jij?
Ik boks. Serieus? Serieus. Ik ook. Boks jij ook? Dat zeg ik net. Ben je nooit moe na het boksen? Heel erg. En jij bent helemaal moe na het sporten? Best wel. Hey, heb jij nog gym op school eigenlijk? Ik heb gym. Heb je gym? Ik heb gym. En jij? Haat gym. Haat je gym? Waarom haat je gym? Gewoon leuk. Is piepjes les niet leuk? Verschrikkelijk. Oh. Verschrikkelijk inderdaad. Tijd is voorbij. Ja! Lekker, Gina. Oh, jullie worden er steeds beter in. Om het begin een beetje in te komen, ik vind het ook steeds leuker worden. Ik vind het wel echt heel moeilijk deze. Oh ja, maar ik... Oké, nu moet Lisa weer vragen beantwoorden. En laten we het proberen. Het onderwerp is bloopers. Dus ik ga even bloopers uit jou halen. Die heb ik nog nooit gemaakt. Ja, ja. 3, 2, 1. Maak jij bloopers? Nooit. Weet je dat zeker? Want ik hoorde toch een mooi verhaal. Ik weet het zeker. Ben je ervaren met skateboard? Ik heb nog nooit geskateboard in mijn leven. Skateboard met hakken aan? Heb ik ook wel eens van gehoord, ja. Maar dat lukt nooit. Ja! Oh mijn god, we maken me gewoon in. Dit betekent dus dat Lisa 3 strafpunten heeft en wij 2. Dus de girlies gaan winnen. Oké, het volgende onderwerp is sterren, oftewel celebrity. Dat is zon hoor. Even denken, oh ja, oké. Je bent toch fan van Ariana Grande? Ik ben fan van. Zou je hem willen ontmoeten? Heel graag. Ja? Wie ben jij fan? Kylie Jenner, Justin Bieber en Ariana Grande. Wat vind je leuk aan Justin Bieber? Hele goede muziek. Vind je hem knap? Een beetje. Vind jij Justin Bieber knap? Ik wel. Zou je het date met hem willen? Oké, hij is wel knap. Ik heb dus weer een kaartje getrokken voor Lisa en het is fashion. Dus dat is wel een heel leuk onderwerp aan mijn moment. En jij moet ja, nee of zeggen, want anders dan sta jij weer voor. Juist niet. Go! Hou jij van fashion? Heel erg. Je hebt nu ook een heel leuk blouseje aan. Dankjewel. Vind je Zara een leuk merk? Fantastisch. Is een rokje je favoriete kledingstuk? Een jurkje. En vind je een spijkerbroek leuk? Heel leuk. Een blouseje? Ook. Een rokje? Ook. Onderbroek? Sokken? Oh my god. Ik kan gewoon niet geloven dat ik het zei. Lekker! Het komt er gewoon uit, je wilt niet ja, zeggen. Maar ik heb nog nooit iets gezegd. Op een gegeven moment vergeet je ook dat je met een spel bezig bent. En dan kijk ik naar mijn sokken en dan denk ik, hou ik van sokken? Okay, dus Team Girly staat weer voor. En we hebben nu nog 2 briefjes en Lisa. Ik moet nu wel heel erg mijn best gaan doen, hè? Want ik wil echt niet verliezen. En het onderwerp is reizen. Oh, dat vind ik zo leuk! Ja, ik hou echt van reizen. Ik ook. Het is echt heel. Gina, je bent toch in Dubai geweest? Ik ben in Dubai geweest. Heb je op een kameel gereden? Ik heb op een kameel gereden. Was dat leuk? Het was echt super. Ja? Waar ben jij geweest? Maldiven. Je bent op Maldiven geweest. Dat was heel bijzonder. Heb je nog schildpadden gezien? Helaas niet. En visjes? Heel veel. Heb je wel lekker gegeten daar? Ik heb heel lekker gegeten. Ja? Ja. Ik zag hem aankomen! Dit is het laatste briefje. Ik vond het echt een super leuke challenge. Ja? Maar we weten... Ik vond het gewoon heel moeilijk en ja, dit is hier een soort van natuurtalent in. Dit is dus de laatste kans om te kijken wie gaat winnen. Oké, maar meiden, wat doen we eigenlijk als het gelijk spel is? Ja, dan moeten we allebei het extreme verliezersding doen. Oh my god. Ik kan alleen of gelijk spelen of verliezen. Oeh, spannend. Gina en ik hebben net even een tactiek besproken, dus het komt helemaal goed, hè Gina? Ja, maar even make-up, daar weet Lisa wel heel veel van. Ik ga heel erg mijn best doen. 3, 2, 1. Hou je van lipgloss? Daar hou ik van. En mascara? Ook. Parfum? Ook. Foundation? Ook. En wat dacht je van een wenkbrauwborsteltje? Hou ik ook van. Is MAC je favoriete merk? Zeg ik niet. Is W7 je favoriete oogschaduwer? Nog nooit iets van gebruikt. Heb je Kylie Cosmetics wel eens gebruikt? Ook nog nooit. En haal je van bronzer? Om te contouren. En contourpennen, hou je daarvan? Nog nooit gebruikt. De tijd is op, dus hebben we allebei het verloren of gewonnen. We hebben even wat anders aangetrokken. En het is tijd voor de challenge. En je ziet het al, we hebben allemaal een soort van zakje met Brain Blasters Mega Sour Brain Gun. Kijk dit plaatje, het wordt echt, ik denk dat het helemaal stuk gaat. Het is dus 4-4 geworden, dus we moeten het allemaal doen. En dit is nog niet alles, hè, want hierna moeten we nog iets heel ergs doen. Ja. Daar kijk ik wel een beetje tegenop. 3, 2, 1... Kaken voor kaken! Oh, dat is wel echt heel zuur. Ja.
bijna. Spugen gewoon zo zuur. Maar echt, proef gewoon dat het zo chemisch is. Ja, en dat. Dat is gewoon echt heel vies. Nou, gelukkig hebben we een ander shirt aan, maar de andere challenge wordt nog wel iets viezer. Ja, de tel-out. Slagroom in je face! De ultieme challenge is dus slagroom in gezicht. En wij gaan nu in Lisa's gezicht gooien. Ik vind het lekker om slagroom op te eten, maar niet om in mijn boem gezicht te krijgen. Maar waarom moet ik eigenlijk eerst? Jij bent de gast. Gast eerst. Ik ben het serieus echt eng. Oké. En ik ga jullie echt de graas nemen hoor. 1, 2. Het voelt echt lekker. Ik vond het niet zo heel erg hoor. Ja, nee, je kreeg een grote neus. Woe. Ik heb echt heel erg gelachen. Het was echt heel gezellig. En ik vond het ook wel heel leuk om met een andere girlie een keer een video op te nemen. Zeker. En ga zeker ook even abonneren op Lisa's kanaal. Heel simpel. Mijn magazine, dus doe dat ja, ook. Ja, want we hebben ook een hele leuke video opgenomen voor ons kanaal. Zeker, het is ook weer een hele grote boel, een hele grote gekte daar. Maar die komt waarschijnlijk zondag online, dus ga dan zeker even kijken. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog, als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. Maar doe het wel en vergeet natuurlijk niet te abonneren, want dat is ook heel belangrijk, want dan kan ons kanaal weer groeien. Yes. En het is gewoon gratis natuurlijk, ja, dus waarom zou je het niet doen? Ja. Wij hebben natuurlijk zoet en zuur geproefd in deze video. Laat ons in de reacties even weten wat jij lekkerder vindt. Zoet of zuur? Ik denk ik toch wel zoet. Ik kies denk ik ook wel zoet. Ik zuur denk ik. Ja? Ja, ik hou echt heel erg van zuur. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden en jij natuurlijk ook denk ik. En Lisa ook. En dan zeggen we nu, bye girlies!